Ruben, welkom in Almelo bij je nieuwe club. Heb je een beetje een fijne vakantie gehad? Vind ik misschien wel het belangrijkste vraag. Ja, ik ben 2 weken geleden naar Ibiza gegaan. 12 dagen geweest. En eigenlijk toen ik op Ibiza was, toen liep het onderhandelen met Heracles. En ja, het is goed uitgekomen, dus ik heb een goede vakantie gehad, ja. Waarom heb je voor deze club gekozen? Ik heb 3 weken geleden kreeg ik een belletje van Heracles uit het niets. En ze waren enthousiast en een week daarna had ik een gesprek. En toen heb ik hier met de directie en met de trainer gesproken. En dat zag er allemaal goed uit. Ik kreeg een hele PowerPoint-presentatie en daar was ik van onder de indruk. En ik denk hoe de trainer naar voetbal kijkt, ik denk dat ik mezelf daar heel erg in kan vinden. Fysiek, als een team. En met aanvallende backs, dus dat is wat ik ben. Ja. En dan kom ik het best op mijn recht. Dus ik denk dat ik mezelf heel goed kan vinden in deze club. Je zegt uit het niets, maar misschien doe je jezelf dan een beetje tekort. Want volgens mij heb je gewoon een heel goed seizoen gedraaid bij OS. Ja, dat wel. Maar het was in één keer. Ik kreeg het in één keer te horen en toen ging het allemaal. Het is eigenlijk in 3 weken is het allemaal gebeurd, zeg maar. Was er meer interesse? Utrecht had zich gemeld bij OS. Niet heel concreet, maar ze hadden zich gemeld bij de club, wat ik wist. Maar dan zou het verhaal zijn dat ik dan direct werd verhuurd aan OS. Ja. Maar ja, dit vind ik beter en Heracles was veel directer. Had je wel voor jezelf besloten van ik wil een stap gaan maken deze zomer? Of was het, had je ook zomaar nog een jaar bij OS kunnen spelen? Ik had ook zomaar een jaar bij OS kunnen blijven. Want als je afgelopen seizoen ziet, dan weet je hoeveel stap je in één seizoen kan maken en hoe snel het kan gaan. En bij OS speelde ik gewoon alles en dan zit ik lekker in mijn vel. Dus dat had ook gekund, ja. Wat voor speler ben je, Ruben? Goeie vraag. Ja. Ik ben een teamspeler. Ik ben wel bereid om vieze meters te lopen voor mijn medespelers. Ik heb veel kracht. Ik heb gehoord dat ik longen als een paard heb. Ja. Ik ben snel en ik hou wel van een 1-op-1 actie. Ik kan goed dribbelen. Ja. En linksback, hè? Linksback, ja. Kan ook links middenveld. Ja. Het is volgens mij niet je eerste keer in het stadion, hè? Je hebt volgens Klopt, ik ben hier een keer ingevallen, ja. Klopt. Ik heb wel een paar keer oefenstrijdjes gespeeld hier. Wat zijn je doelen voor dit seizoen? Mezelf ontwikkelen op voetbalgebied en ook gewoon sociaal. En zo snel mogelijk een basisplaats veroveren. Dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste, ja. Helemaal goed. Heel veel succes ermee, Ruben. Dankjewel. Dankjewel.